De regering van Suriname en de Franse Republiek zijn het met elkaar over eens. De incidenten van het vorig jaar grote onzekerheid hebben veroorzaakt ten aanzien van de grensbepaling. Dat heeft geresulteerd in een dringende noodzaak om middels onderhandelingen een duurzame oplossing te bewerkstelligen. Beide regeringen hebben verschillende diplomatieke stappen ondernomen en twee technische raadplegingen georganiseerd over de afbakening van de grens op basis van het verdrag van 1915 tussen Nederland en Frankrijk. Het doel was duidelijkheid te verschaffen betreffende de grens in de Marowijnrivier. In een gezamenlijke verklaring benadrukken beide landen dat op basis van het beginsel dat de grensbepaling bilateraal moet worden overeengekomen en rekening moet worden gehouden met het artikel 1 van het verdrag van 1915, zij overeengekomen zijn dat beide partijen terughoudend zullen zijn in de gebieden waarover momenteel wordt gediscussieerd, aangezien dit de vrede en stabiliteit kan verstoren. Beide landen erkennen de noodzaak om samen te werken ter bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, illegale goudwinning en de dreiging van milieuonvriendelijke handelingen, met name het gebruik van kwik. De twee landen vinden het noodzakelijk samen te werken en dit is een gezamenlijke communiqué van de Surinaamse en Franse regering.